Ja, let op met die white. Ik vind het niet zo tof. Dat is iets te John Legend. Ja, in welke zin? In de zin van, het mag iets simpeler of zo. Simpeler. Ja. Ik ben Emmanuel Platino. Ik ben muziekproducer, componist en bassist. Als bassist heb ik in het verleden met artiesten mogen werken. Zoals Boris, Salvation, Nicky, Postman en Waylon. Het is allemaal begonnen met de platencollectie van mijn ouders. Er waren geen muziekinstrumenten bij mij thuis. Niemand in mijn familie is muzikant. Dus wat ik voornamelijk deed, was luisteren naar muziek. Elke dag, 2, 3, zelf wel eens 4 platen op een dag. En dat is wat je nu ook terughoort in mijn productie. En mijn uitgangspunt is niet muziek maken voor muzikanten, maar voor iedereen. Om een goede product neer te zetten, ben ik van heilig overtuigd dat je dat niet alleen kan doen. En daarom heb ik een vaste kernteam om me heen verzameld. En dat zijn Anja, David en Koert. En wat ook absoluut niet mag ontbreken, is oprechte passie voor muziek. Wat typerend is aan mijn producties en mijn sound, is het feit dat ik met alleen maar analoge apparatuur werk. En ook heel veel vintage apparatuur. Denk aan analoge Bose preamp, of transistor, compressor, gitaar, basgitaar, analoge oude synthesizer, drummachines. En de computer gebruik ik puur alleen maar om op te nemen en de muziek vast te leggen. En niet meer dan dat. Dit is een voorbeeld van een demo van een van de artiesten waar ik mee werk. Dit is de preproductie die ik zelf thuis heb gemaakt met alleen maar mijn laptop en de muziekinstrumenten uit de computer. En dit is het eindresultaat met echte muziekinstrumenten en muzikanten. Super, we hebben hem. Oké. Echt heel tof. De bridge is echt heel cool. Oké. Nou, refreintjes, hè? De samenwerking tussen Emmanuel en mij is tweeledig. Aan de ene kant is hij producer van mijn album. Dus coacht hij mij ook als zangeres. Aan de andere kant werk ik aan zijn projecten mee als vocal coach en als uitspraakcoach. In het eerste geval ervaar ik de samenwerking als eenheid. We zitten heel erg op één lijn. En hij kan heel goed mijn ideeën voor songs vertalen in zijn productie. Prepare to get my feet wet, if you just open up my dear. Dat was te gek. The White vond ik heel mooi. Ja, veel beter. Ik vond het heel erg fijn samenwerken met Emmanuel. Het is iemand met heel veel ervaring. Hij weet wat een vocalist nodig heeft om een topprestatie te leveren in de studio. Ja, en dat maakt het presteren ineens veel makkelijker. Als ik Emmanuel, de producer, met 3 woorden moet omschrijven, dan zou ik zeggen geduldig, gedreven en zeer perfectionistisch. Als ik mijn muziek laat horen aan bijvoorbeeld mijn tandarts en hij vindt het te gek, dan vind ik toch wel stiekem best een grote compliment. Nog een grotere compliment dan als muzikanten met muziek geweldig vinden.